Rode draad is de competentie van educatoren, van mensen die bezig zijn met leerprocessen, om uit te denken en grip te krijgen waar het leerproces dan precies over moet gaan. Ik denk dat René Munsters noemde net al dat onderzoek over de betekenis van natuur- en milieueducatie voor duurzaam gedrag in de toekomst, hè, jong geleerd, oud gedaan. Educatoren weten dat en dat hebben we in die natuur- en milieueducatie vormgegeven. Precies 30 jaar geleden, deze maand 30 jaar geleden, stond ik hier in deze zaal als jonge student biologie. Stage te lopen en toen ging het over de kringloop van de natuur. En even de metafoor paddenstoel. Je kan naar een paddenstoel kijken als object. Blaadjes zwammen, buisjes zwammen, mycelium. Dan leer je over paddenstoelen, natuureducatie. Maar toen al, 30 jaar geleden, ging het eigenlijk over de rol van de paddenstoel in de kringloop. De paddenstoel als reducent, om te zorgen dat door de seizoenen heen de bodem vruchtbaar bleef en dat voedingsstoffen niet verloren gingen. Nou begint langzamerhand de docentrol weer boven te komen. Hè? Ik was ook bijna klaar. En eigenlijk wat de brug die we, waar we nu voor staan, is die metafoor van die kringloop in de natuur als inspiratiebron te gebruiken voor de processen die ook maatschappelijk en industrieel aan de hand zijn. En van die natuur kan je hoop leren, alleen de vraag is van hoe geef je dat educatief vorm? Over welke processen heb je het dan over? Welke kennis? En hoe zou je deze 3 dagen dan typeren? Ik zei vandaag is de dag van het zitvlees, maar hoe zou jij dat benoemen? Ja, zitvlees is af en toe nodig om je handen daarna te kunnen laten wapperen, maar dan wel in de goede richting. Kijk, educatoren zijn over het algemeen doeners. Met je doelgroep aan de slag. En dat is ook heel goed. Maar het is wel ook bezint eer je begint. Hè. Dus het idee dat je kennis hebt over de materie. Dat je nadenkt over wat je uiteindelijk met je educatieve proces maatschappelijk probeert te bereiken, vind ik heel essentieel. Dus voor mij zijn deze 3 dagen ook een inspiratie om onze educatieve activiteiten de komende jaren ook te herijken. Volgens mij is dit ook even een opnieuw bronnen van waar gaat deze educatie ook alweer over. En wanneer is de conferentie geslaagd voor jou? Wanneer mensen bereid zijn om ook in het komend jaar in die educatieve praktijk, waar een heleboel mensen die ik ken, ook, die ik ook al jaren ken in die educatieve praktijk, de mogelijkheid zien om vanuit zo'n abstract begrip als circulaire economie te duiden wat dan de betekenis is in die natuur- en milieueducatie. Dat je zegt van nou, ik kan daar wel pindakaas van maken en ik kan er met bepaalde doelgroepen kan ik daar ook een vertaling van geven die in mijn didactisch handelen terugkomt. Oké, dankjewel. Ik ben helemaal vergeten om Roel